Ook deze keer iets van een onderwijzing van David uit Psalm 32. En ik zal hem eerst helemaal lezen. En er staat geschreven: welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerste droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. En ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. En daarom zal iedere heilige tot u bidden ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats en u beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bit en toom. Dan kan hij u niet ten nakomen. De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de Heere vertrouwt, hem zal de goedertierenheid omringen. En verblijd u in de Heere en verheug u, rechtvaardige, zing vrolijk alle oprechte van hart. Tot zover Psalm 32. En het is aan de ene kant een boetpsalm, maar aan de andere kant is het ook een stuk onderwijzing van David. En het eerste vers begint hij zo mooi, hè? Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven en van wie de zonde bedekt is. Met andere woorden, David die kende het al, dat er een God is die de zonde vergeeft en die de overtredingen ook vergeeft en de zonde bedekt. En dan welzalig is de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Nou, wij kennen dat hopelijk, ik hoop dat degene die hier luistert dat ook kent, door het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Dat we door het geloof geheiligd, gereinigd en gerechtvaardigd voor het aangezicht van God staan. En al onze zonden zijn ons vergeven. En dat begint zo mooi in die psalm. Maar er is waarschijnlijk in Davids leven iets gebeurd, tegenslag of verwachtingen niet uitgekomen of noem maar op. En dan staat er in het tweede gedeelte, hij zegt, toen ik zweeg. Er was iets gebeurd in zijn leven, waardoor de lofprijzing, de eerbied, de vreugde van het kind van God zijn, dateerde langzaam weg. En we kennen allemaal wel van die droogteperiodes in ons leven. Dat het zit allemaal tegen, wat er om je heen gebeurt, wat er onderling gebeurt, wat er misschien zelfs in je eigen kleine familiekringetje gebeurt. En je weet je niet te uiten en je begint te zwijgen. En wat gebeurt er? Vooral als er bij dat zwijgen een stukje bitterheid is, dan doet bitterheid altijd schade aan het vat waar het in zit. En het lijkt wel of David in een periode is gekomen dat hij niet meer weet te lofprijzen. Dat hij niet meer weet hoe dankbaar hij is dat zijn zonden zijn vergeven. Hij zegt, toen ik zweeg. Met andere woorden, hij hield op met lofprijzing. Hij hield op met dankzegging. Hij hield op met het zoeken van de Heere. Hij zegt, toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg. Niet van een ander. Soms heeft een ander nog niet eens in de gaten dat jij iets tegen hem of haar heeft. Of dat er iets in jou omgaat. Want wat doen we als mensen vragen hoe gaat het met je? Nou, gaat goed. Terwijl het van binnen helemaal niet goed gaat. En hij zegt ook zo, teerde mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten. Met andere woorden, de klacht die kreeg grip op hem. Het werd een dagelijks iets. En ik herken dat ook wel in mijn eigen leven, dat je van die gebeurtenissen hebt, die knagen aan je. En niet alleen een moment, het houdt je de hele dag bezig. En soms houdt het je zelfs in de nacht wakker. En dat zegt hij ook, hè. Hij zegt, want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Met andere woorden, het was niet alleen de gebeurtenis. Hij zegt,
U bent het eigenlijk die dat in mijn leven toelaat. En u doet er niks mee. Maar David, je zegt zelf, je zwijgt. Je zegt niks. God wil er wel wat aan doen. Maar God wacht erop dat je je mond weer open trekt. Toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg. En hij zegt, onder mijn jammerige klachten. Het lijkt alsof David hier gewoon koppig is. Ik zal niet toegeven. Ik ga niet belijden dat ik in de knoei zit met mezelf. Ik ga de Heere niet aanroepen. En in plaats dat te doen, vreet het aan zijn eigen leven, aan zijn eigen beenderen, zoals hij dat zegt. En het zijn zijn eigen jammerklachten. En is er dan een oplossing? Nou, ik heb eens een uitspraak gelezen. De zaken uitspreken geeft lucht. Het moment dat je erover gaat spreken, dan is het net of het weer loskomt, of het eruit komt. En dat doet hij. In vers 5 zie je dan een ommekeer komen. En dan zegt hij, mijn zonde maak ik u bekend. Hij zegt niet, ik zal het eens over die anderen hebben. Wat we, het Genesis 3 principe, hè? Dat Adam zegt, ja maar zij. En zij zegt, ja maar hij, de Satan. Nee, David zegt niet hier, ik ga die anderen eens in voor het aangezicht van God brengen. Hij zegt hier, ik ga mijn zonde bekendmaken. Mijn ongerechtigheid bedek ik niet. Ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En dan komt het prachtige. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Daar begon hij mee. Hij geeft een keerpunt daarin. Dat hij zweeg, dat hij daar niet meer mee bezig was. Dat hij vastliep in zijn leven. Maar de oplossing ligt, je mond weer open trekken. Spreken tot de Heere. Wij hebben een God die is niet van verre. Wij hebben een God die is dichtbij. Wij hebben niet een religie, wij hebben een relatie. Wij hebben niet een vreemde, maar wij hebben een God die we Abba Vader mogen noemen. Wij kunnen tot hem spreken. En dan zegt hij zo mooi, mijn zonde maak ik u bekend en God vergeeft. Dat is het begin van een reinigingsproces die je nodig hebt als je vastloopt. Is zelfonderzoek. Mijn fouten ga ik belijden. Mijn ongerechtigheden ga ik belijden. In de wetenschap dat als je dat doet, dat God altijd vergeeft. Prachtig. En dan geeft hij 3 adviezen mee. Dat vind ik zo mooi in deze psalm. 3 adviezen. De eerste is, blijf in gesprek met de Heer. Kom niet tot een punt dat je zwijgt. Paulus laat dat ook zien in al zijn brieven. Heeft dit altijd over bidden, heeft dit altijd over dankzegging. Dankzegging in alle omstandigheden. Hij zegt niet dank voor alle omstandigheden, maar in alle omstandigheden. En hier het eerste advies wat hij geeft. Daarom zal iedere heilige. Nou, wie is een heilige? Zij die gereinigd zijn door het bloed van de Heer Jezus. Zijn apart gezet, zijn geheiligd in de Heer Jezus. Dus hij zegt hier al, dan zal iedere heilige. Nou zegt hij niet, ik alleen, maar een iedere die gelooft. Nou, daarom zal iedere heilige tot u bidden. Ten tijde dat u zich laat vinden. Wie zoekt, zal vinden. En David zegt, en God laat zich vinden. Je hoeft je niet af te vragen of die hoort. Hij hoort, hij laat zich vinden. En dan komt die heling, dan komt die genezing. Hij zegt, voorzeker, een overstroming van machtig wateren zal hem niet bereiken. Dus wat er ook gebeurt, het zal je niet bereiken. Waarom? God is je schuilplaats. U bent mijn schuilplaats, zegt hij. U beschermt mij voor benauwdheid. En u omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Dat is wat hij doet. Wat zijn die overstromingen van machtige wateren? Die jammerklachten. Dat dag en nacht de hand van God op je drukt. Dat je beenderen wegteren. Hij zegt, die zullen je dan niet meer bereiken. Maar dan zul je merken dat je in de Heere beschermd bent. En dan gaat die omringen met vrolijke gezangen van bevrijding. Wat een verandering is dat. Met andere woorden, hoe je ook voelt, waar je ook doorheen gaat.
Zoek de Heere. Blijf bidden. Vraag om herstel, vraag om inzicht, vraag om genezing van je ziel, van je hart. En de Heere die gaat weer een lied in je geven. Dus 1, blijf bidden. 2, het advies is, wees verstandig. Wat doet een verstandig mens? Nou, dat zegt vers 8 en 9. Daar zegt de Heere, ik onderwijs u. En leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. Dus een verstandig mens die slaat niet zijn eigen weg in. Een verstandig mens wil onderwezen worden door de Heere. Die zegt ook, Heere, onderwijs mij maar. Dat doet Psalm 139. Laat David zien, Heere, onderwijs mij maar en toets mij maar. En hier zegt de Heere, ja, maar dat is wat ik wil. Ik wil je onderwijzen, ik wil je leren de weg die je moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. Prachtige dingen, maar dan moet je wel verstandig zijn. 1, in willen luisteren. En 2, wat in vers 9 zet, wees niet als een paard. Wees niet als een muildier, als een ezel. Wees niet als een ezel dat geen verstand heeft. Die zijn bek men in toom met bid en toom, want dan kan hij u niet nakomen. Hij zegt met andere woorden, wees niet als zo dom als een dier. Hij zegt, maar wees een kind van God. Wees verstandig. En als laatste zegt hij, verblijd je in de Heere. Verblijd je in de Heere. Hij zegt, de goddeloze, ja die heeft veel smarten, maar wie op de Heere vertrouwt. Wie op de Heere vertrouwt, hem zal de goedertierenheid omringen. En dan sluit hij af met, verblijd u in de Heere. En verheugt u, rechtvaardige, zing vrolijk alle oprechte van hart. Nou, David begint met een geweldige zekerheid. Welzalig is hij van wie de overtredingen vergeven zijn. Maar hij erkent ook, er kan jammer geklacht. Er kan dingen aan je vreten, dat je beenderen als het ware wegteren. Maar hij zegt, daar is een oplossing voor. Zwijg niet, maar spreek. Spreek tot de Heere. Maak het hem aan alles bekend wat er in je leeft. Jouw eigen emoties, je gevoelens, je ongerechtigheden, je overtredingen. En dan lees je dat de Heere gaarne vergeeft. We hebben een gaarne vergevend God. En dan 3 adviezen. 1. Blijf in gesprek met God. Ook als je het gevoel hebt dat hij niet luistert, het gevoel hebt dat je gebed niet verder komt dan het plafond, blijf bidden, want God hoort en hij laat zich vinden. 2. Wees verstandig. Wees niet zo koppig als een ezel, maar wees verstandig. Want soms weten we in ons hart wat we moeten doen, maar doordat we koppig zijn, doen we het niet. En 3. Verblijd je in de Heere. En Paulus zegt dat menigmaal. Verblijd u in de Heere. Besef wie je bent geworden door het geloof in de Heere Jezus Christus. Door de genade van God. Dat je een nieuwe schepping bent geworden. En al het oude is voorbij gegaan. En een christen heeft een geweldige hoop. Ook al gaat het moeilijk in deze tijd. Wij hebben een hoop van hij zal wederkomen. En wij zullen eens voor eeuwig met hem zijn. Laat deze psalm dan ook een bemoediging, maar ook een onderwijzing voor ons allen zijn. Amen.